Beste kijkers, wij berichten u vandaag uitvoerig in deze speciale uitzending over de escalatie tijdens de demonstratie tegen het onderwijsplan van de rood-groene regering in Stuttgart. Wij begroeten u hartelijk vanuit Studio Brussel. Klaagmuur TV was met een eigen camerateam live ter plaatse en toont duidelijk hoe herrieschoppende demonstranten een vreedzame demonstratie van critici van het onderwijsplan massaal hebben verstoord. Deze herrieschoppers waren aanhanger van de lesbische, homoseksuele, biseksuele, transseksuele, transgender, interseksuele en queere levensstijl, kort gezegd LSBTTIQ. Wij benadrukken graag dat deze critici niet hadden opgeroepen tot het discrimineren van mensen met deze seksuele neigingen, maar ze hadden wel gewezen op een overaccentuering van de belangen van de LSBTTIQ-lobby. Nadat de aanhangers van de LSBTTIQ de protestmars meermaals hadden geblokkeerd, beëindigden de initiatiefnemers de demonstratie voortijdig. Dit op aanraden van de politie, uit bezorgdheid voor de lichamelijke integriteit van de demonstranten. Al enkele dagen voor de geplande vreedzame betoging was er voor de organisatoren reden om zich zorgen te maken. Op de site www.queer.de, die dicht bij de LSBTTIQ-lobby staat en ook reclame heeft gemaakt om tegen de geplande demonstratie op te komen, was de volgende uitspraak op de blog te vinden. Ik citeer. Ik zou een demonstratieverbod uitvaardigen tegen die homohaters en, indien nodig, onverbiddelijk gewapenderhand doorzetten. Deze aarsconservatieve idioten moeten eindelijk op hun nummer gezet worden. Geachte kijkers, het gaat hier helaas niet slechts om de irriterende en schrikaanjagende mening van een enkeling, maar heel duidelijk over de positie van een grotere groep mensen uit de LSBTTIQ-lobby. Deze blogbijdrage is tot op heden te vinden op queer.de en werd niet verwijderd van het internet. Dat het door de aanhangers van de LSBTTIQ, dus de tegendemonstranten, niet alleen bij dreigende woorden is gebleven, toont niet slechts ons filmmateriaal, maar ook een uitzending van SWR3, Landesschau Baden-Württemberg. Zaterdagavond werd daar al gemeld, ik citeer, kort na het begin van de demonstratie stormen tegenstanders af op de critici van het schoolplan. De politie moest ingrijpen. Daarbij werd onder andere een demonstrante gewond. We schakelen nu over naar het interview met mevrouw P. U werd afgelopen zaterdag gewond op de demonstratie in Stuttgart. Wat is er gebeurd? Ja, ik liep in de protestmars en we wilden eigenlijk richting deelstaatparlement. Er was voor het einde een stilstand en we werden toen door de tegenstanders geblokkeerd. Toen dat een tijdje duurde, kwam er wat onrust en onze protestmars wilde langs links uitwijken om zo langs de tegenstanders heen te komen. Maar dat hadden ze gemerkt en toen zijn ze tegen ons aangerend en dat heeft een botsing gegeven. En bij mij was het zo dat er meteen twee mensen met hun grote spandoek voor mijn neus stonden. Ik kon niet verder. En van rechts sprong er toen een jonge man, die ik niet direct had opgemerkt. En die stond er plotseling en rukte aan mijn hand en heeft mijn rechterduim omgebogen. Ik heb dan ee geroepen en wist ook niet direct wat er gebeurde. Toen is er een reuze chaos uitgebroken en twee seconden later was hij weg, verdwenen. En ik heb dan gemerkt dat mijn hand begon te zwellen en dat er wel ergens iets gebroken moest zijn. Hoe gaat het nu met uw gezondheid? Na de demonstratie ben ik naar het Leonenberger ziekenhuis gereden. En daar werd direct tegen mij gezegd dat heel waarschijnlijk de belangrijkste band van de duim naar de hand is gescheurd. En deze diagnose werd bevestigd. Toen ik dan terug was in Zwitserland, heeft men duidelijk gezien op de echo
dat de band werkelijk is afgescheurd. Ik heb vanmorgen meteen een operatie gehad. Het moest geopereerd worden, want anders zou ik mijn hand niet meer kunnen gebruiken. Er is een implantaat geplaatst en de twee gescheurde stukken band zijn weer aan elkaar gezet. Ik neem nu ook pijnstillers, want het doet tamelijk veel pijn. Deze hand moet nu 6 weken worden geïmmobiliseerd met gips, wat voor mij natuurlijk een redelijke belemmering is. En wij hopen, want dat is nog helemaal niet zeker, dat mijn hand na de 6 weken weer helemaal normaal zal zijn. Hoe hebt u de gewelddadigheden beleefd? Wie heeft deze veroorzaakt? Het is heel duidelijk dat de tegenstanders van de demonstratie erg agressief zijn opgetreden. Wij hebben in principe heel rustig gedemonstreerd. We hebben liederen gezongen. We hebben slogans geroepen zoals "Bescherm onze kinderen". Dus geen provocaties naar de andere kant gericht. Dat heb ik helemaal niet gezien en ook niet meegemaakt. We werden van in het begin afgestoord. Al toen de mededelingen plaatsvonden, zijn de homofiele en de lesbische paardjes erin gesprongen en hebben voor de microfoon gekust en gestreeld. De stekker werd uit de microfoon getrokken en zo ging het verder, zodat we al voor het einde volledig werden geblokkeerd. We konden niet verder lopen. We werden uitgescholden, de politie werd uitgescholden. En dus, hoewel het precies die groep betreft die steeds om tolerantie roept en die beweert dat men hen zou discrimineren, juist deze groep is nu intolerant. En zoals gezegd, denk ik dat mijn hand het bewijs is dat er ook massaal tot aan lichamelijke verwonding toe werd gediscrimineerd. Wat zegt u over het optreden van de politie? Ik was verbaasd dat er weinig politie te zien was. Ik heb er weinig van gezien dat men ons werkelijk zou beschermd hebben. Bij de mededelingen heb ik toch geen politie gezien en men moest hen direct roepen. Toen de stekker eruit werd getrokken, heeft men zelfs de politie moeten roepen. Het was daarna ook raadslachten waarom men een half uur stilstaat en de politie ronduit niets heeft gedaan. Die stonden daar gewoon en hebben gewacht. En ik vraag me dan af hoe het mogelijk is dat een goedgekeurde demonstratie dermate kan worden verstoord en de politie praktisch niets doet, niets wil doen. Misschien ook geen bevoegdheid heeft, ik weet het werkelijk niet. Maar ik had echt meer verwacht. En er waren ten dele ook situaties waar ik echt medelijden met hen had. Ik heb gezien hoe een blok tegendemonstranten een politieagent bestormde. Ze begonnen te tellen, 1, 2, 3, en toen vloog hij 2 meter verder. Ik dacht bij mezelf, dat kan toch niet. Die stonden daar gewoon en werden onder de voet gelopen. Ik vraag me af wat men dan denkt of hoe men zo'n demonstratie plant. Hoe men zich dat voorstelt. Hoe men 700 mensen wil beschermen. Hoe men zichzelf wil beschermen. Daarover heb ik grote vragen, Het is duidelijk geworden, geachte dames en heren, welke groep hier geweld heeft gebruikt als middel om hun belangen door te zetten. Maar, in weerwil van de werkelijkheid, stelt een bericht van het Duitse persagentschap DPA de gebeurtenissen voor in een ander licht. Deze werden verspreid in veel Duitse leidinggevende media. Daar wordt gezegd, ik citeer: "Het ging er bij de demonstratie heel emotioneel aan toe. Leuzenborden werden in brand gestoken. Het kwam tot geharrewar, er vlogen verfbommen van beide kanten. Er waren ongeveer 200 politieagenten ingezet. Door het invoegen van de woorden 'van beide kanten'
worden daders tot slachtoffers en honderden vreedzame demonstranten tot herrieschoppers gemaakt. Heel terloops is de vraag hier geoorloofd: waarom waren 200 politieagenten niet in staat om de protestmars te beschermen tegen herrieschoppers en werd de demonstratie daardoor vroegtijdig beëindigd? Zou het verwijderen van de rustverstoorders gewenst geweest zijn? Waarom werd de tegendemonstratie daar te plaatsen toegestaan, alhoewel het conflictpotentieel heel duidelijk bekend was? Maar de volgende vraag is nog veel dringender. Waarom vervalsen mediamedewerkers hier duidelijk de feiten? Wil men bewust verhinderen dat het onwettige, antidemocratische gedrag van de tolerantie-eisende LSBTTIQ-aanhangers aan het licht van de publieke opinie komt? Het is de regering van de deelstaat Baden-Württemberg aan te raden zich intensief bezig te houden met de LSBTTIQ-lobby, hun aanhangers, hun doelen en de middelen om hun doelen door te zetten. Er moet over nagedacht worden of dit de juiste adviseurs zijn voor de ontwikkeling van een nieuw schoolplan, dat vorm moet geven aan vrijheid, tolerantie en respect. Wij zullen u via Klaagmuur TV informeren over de verdere ontwikkeling van de gebeurtenissen. Voor vandaag nemen we afscheid en wensen u nog een prettige dag.